Licht is de grote hoofdrolspeler in het werk van Vermeer. Maar er was een andere kunstenaar hem vooraf gegaan voor wie licht, hoewel volkomen anders, minstens zo belangrijk was. Caravaggio was een Italiaanse schilder die ontzettend van invloed is geweest op veel Hollandse kunstenaars, onder andere door zijn gedramatiseerde gebruik van licht. Eén werk van Caravaggio schoot me in het bijzonder te binnen en op dat werk deed de pose van Jezus me denken aan iets waar iedere schilder mee te maken krijgt, namelijk die van het oppakken of het neerleggen van je penseel. Deze koppeling kwam voort uit een uitspraak die Pieter Roelofs tijdens de masterclass had gedaan, namelijk dat Vermeer de nadruk legt op de vertelling van één kleine handeling. En wat anders dan het besluit tussen je penseel vastpakken of terugzetten, suggereert dat we een moment van spanning waarnemen. Is het de stilte na de daad of de opbouw voor de handeling? Tijd voor een stukje drama. Ik ben net wakker, goedemorgen. Ik heb een groot deel van de nacht gedroomd. Gedroomd over een idee wat ik heb, hoe ik het wil uitwerken. Aangezien ik met fotomateriaal werk en dat nodig heb, zal ik een ensenering moeten maken. Waar ik een vriend voor ga vragen om te poseren als het gezicht van, in ieder geval als een soort prototype van, maar die een podiumschool heeft vol met kleding. Daar ga ik van de week sneupen, zoeken naar een geschikte outfit. Dus ik leg het vast, want anders ben ik het kwijt. Het besluit om met een model te werken was verder niet zo ingenieus. Het was meer de vraag hoe groot ik de aanwezigheid en de invloed van technologie op mijn eigen werk zal laten zijn. Ik heb het beeldmateriaal door mijn vrienden techneuten laten vertalen in pixels die je als handleiding kunt gebruiken. Vooral om te illustreren wat het fundamentele verschil was of is met mijn eigen werkwijze. Alle voorbereidingen waren getroffen. Nu was het echt tijd om te beginnen.